Deze Theon International Update wordt mede mogelijk gemaakt door AllSystems.nl en Petersen Media. Matthew Middelkoop, dit is een hele pijnlijke nederlaag, denk ik. Ja, dat is zo'n pijn dit, want ik ben gewoon eigenlijk veel beter. De eerste set en de tweede set. En dat is altijd zo, maar ik kan gewoon niet tegen regelonderbreking, want ik ben gewoon een ritmespeler. Ik moet gewoon van lange wedstrijden hebben, lange games en dan op een gegeven moment naar een einde toe komen. En hij is meer zo van momentspeler en hij kan alles doen. En ja, dat is gewoon zwaar in zijn voordeel. Dus. Op het moment dat het ging regenen, dat je naar binnen ging, had je toen al zo'n voorgevoel, dit kan heel vervelend voor mij aflopen? Nou, je probeert natuurlijk tegen te houden. En 1-1 is nog een, je hebt nog een lange weg te gaan. Maar goed, ik kwam er gewoon helemaal niet in. Hij begon gelijk met rechtdoor ballen te slaan. Hij begon heel anders te spelen. Hij ging gewoon een beetje van bank gewoon. En ik kwam er gewoon helemaal niet in. En ik had opeens het ook het gevoel dat ik in één keer veel meer moest doen. Ja, daar sloeg ik alleen maar fouten. Dus ja, het was vreselijk. Vooral de eerste set, drie kansen om de eerste set binnen te halen. Ja, 2x30-0 nog op zijn service en nog veel kansen. Dus ja, al met al had ik die eerste set moeten pakken en dan was het gewoon klaar geweest. Maar goed, zo gaat het gewoon de laatste tijd altijd. Ik bedoel, ik haal wel goede overwinningen, maar dat is de reden waarom ik gewoon nog niet door kan zetten. En het is gewoon dat ik gewoon dit soort wedstrijden eigenlijk moet winnen en nooit kan pakken. Hoe ga je daaraan werken? Ja, ik weet niet. Ik blijf gewoon proberen en ik blijf gewoon dit soort momenten meemaken. En op een gegeven moment gaat het gewoon een keer vallen. Want ik denk gewoon hard werken wordt gewoon beloond. En als je het veel blijft doen, dan gaat het wel een keer vallen, denk ik.